Jullie bewaren. Dat we denken aan alle regionale gemeentes Sterrenwijk en Wijk van Meijering. Samen met het jongerenloket, Leed en het UWV. En daarbij mag u aan denken, als ik de volgende slide mag zien. Dankjewel. Alle mensen die werkloos zijn in deze regio, ook u als u geen omzet meer heeft, als ondernemer, komt u vroeg of laat terecht bij het werkbedrijf. Iedereen die op zoek is naar werk, die komt bij ons aan de voorkant binnen. Eind van de rit willen wij natuurlijk graag die mensen allemaal weer aan het werk helpen en daar helpen wij heel erg graag bij. Dat doe ik samen met collega's zoals Hattie. En daarin is de werkgever ons klant. Wij bedienen bedrijven, bij personeel- en arbeidsmarktvraagstukken. En als u advies nodig heeft over het hebben en houden van personeel, dan helpen we daar heel erg graag bij. Als u op zoek bent naar personeel, dan doet u ons groot plezier mee door dat bij ons te melden. Dat zoeken wij heel erg graag met u mee. En op elke mogelijke manier willen wij eigenlijk alles op het gebied van personele vraagstukken in ons zorgen. U kunt ons achterin vinden om daar een vraag over te stellen vandaag al, maar dan verder komen wij een keertje bij u op zoek bij uw bedrijf. Vanaf hier keer het woord aan Hattie, mijn collega. Zal ik vertellen hoe wij het nu doen? In het verleden bent u als gemeente MUG door de gemeentes benaderd. Dus wij werken erbij. Wij richten ons ook op iets meer. Wij richten ons op de ondernemers en wij zorgen voor u voor vaste contactpersonen. Het is op dit moment even misschien niet duidelijk voor u, maar we gaan dat allemaal voor de ondernemers in orde maken. Wij gaan in de wijk werken, wij gaan midden aan de Rijn. Dan kunt u ons vinden als ondernemer en de kandidaten die kunnen ons dan vinden. En vanaf november komen wij in een week werken. Dus dit contact is voor zowel jullie ondernemers als de kandidaten. Van hoe doen wij dit? We hebben prettige gesprekken. Die gaan wij in november, gaan we die ook weer houden. Een aantal van u kent die prettige gesprekken al. Dus daar starten wij ook mee. Nou, we hebben ook nog allerlei projecten. We doen naar bedrijfsbezoeken. En ja, ik ga misschien een beetje verveelen, want die willen natuurlijk ook verder kennis maken. Ik wil ook nog eventjes het woord geven aan een ondernemer waar wij ook heel veel zaken mee doen. Dat is Ramon van de Tinderhoofs. Misschien dat hij ook even iets kan vertellen over de werkwijze die wij hanteren. Ramon, voor de jaartier.